Oké, jongens en meisjes, als jullie eventjes allemaal jullie boek erbij willen pakken op pagina 10, dan kunnen we beginnen met de les van vandaag, hè? Nou, eens even kijken. Ik heb hier zo geen zin in. Pagina 10. Yes. Oh my god, ik heb ineens last van mijn buik. Oh. En dan zien we dan heel goed kijken, bovenaan pagina 10, zien jullie oefening 10 staan. Toevallig, hè. Ik zou graag willen dat jullie dan die oefening 10 gaan maken. En dan kom ik wel een keer langs om te kijken of jullie goed bezig zijn. Dan geef ik nog wel eventuele tips. Giel, is alles oké? Ja, nee, ik denk het niet, mevrouw. Ik heb nogal last van mijn buik. Mag ik misschien even naar de wc? Giel, zie je mij boeien? Nee. Nee, precies. Je gaat nu oefening 10 maken in je boek en je gaat niet naar de wc tot het einde van het lesuur. Mevrouw, ik moet echt heel nodig een scheet laten eigenlijk. Dan houd je die maar in tot het einde van het lesuur. Begin nu aan je oefening. Oh, oké, dan... Jij kunt dat, Giel. Jij kunt dat. Jij bent een professionele scheetophouder. Remember that. Ik kan mij niet focussen. Mevrouw, mag ik echt niet gaan, alsjeblieft? Nee, Giel, je houdt het op, anders moet ik je naar de directeur sturen. Oké, strenge trut. Oké, dit is echt onmogelijk. Het gaat niet. Het gaat niet lukken. En Giel, lukt het een beetje? Met de oefeningen, niet met het scheet ophouden. Zo grappig. Ja, het gaat niet zo heel goed, want ik moet echt heel dringend die scheet laten, mevrouw. Wat had ik gezegd, Giel? Je houdt ze op tot het einde van een uur. Dat is onbeleefd als je een scheet laat in de klas. Oh, mevrouw, kom aan. Ik kan niet anders. Ik kan niet anders. Je houdt hem op, of anders stuur ik je naar de directeur. Pardon? Jongens, dat was het einde. Maar ik ga abonneren tot de volgende keer.